Welkom bij Behind the Impact. In deze podcastreeks zoomen de experts van Meteoris in op de nieuwste ontwikkelingen in marketingland. Hun favoriete technieken en frameworks, de best practices die ze toepassen in meer dan 100 digitale trajecten en zoveel meer. Kort, krachtig, to the point en meteen toepasbaar. Let's go for impact. Dit was ooit een Content Machine aflevering, maar de feedback was zo positief dat we hem nog een keertje delen. Welkom bij de tweede aflevering van het tweede seizoen van de Content Machine podcast. Ik heb twee nieuwe gezichten bij mij bij dit seizoen, Alfredo, Cindy. Twee Strongtail-experten. We gaan eens even zien, wat is jullie rol binnen Strongtail? Alfredo. Aan de distributiekant, zo meer richting social en paid eigenlijk. Mm-hmm. Oké, okay, Cindy? Ja, hetzelfde ook als Alfredo. wij zijn performance marketeers eigenlijk. Mm-hmm. Hè? Dus wij zorgen voor het opzetten van campagnes en wij volgen resultaten op. En ja, die campagnes die lopen op verschillende kanalen. Dus dat kan Google zijn, dat kan Facebook, Instagram, cool. TikTok, LinkedIn. Gelle zorgt ervoor dat al het moois dat wij maken bij de hitlist of bij de doelgroep van de klant komt. Ja. Bij de juiste mensen, op het juiste moment, het juiste formaat. Voilà. Ja. Kijk hoe, super. Dan gaan jullie de perfecte mensen zijn om deze vraag te beantwoorden. Zijn de meest gestelde vraag die dat we krijgen, als het gaat over videomarketing, als het gaat over contentmarketing, en we zitten in een verkoopsgesprek, is wat gaat ons dat opbrengen? En dat is tevens de gevaarlijkste vraag. Ja. Want, ik weet het niet. Er is een kort en een lang antwoord. Het korte antwoord wordt vaak gegeven, en denk ik als een beetje een goedkoop antwoord, van dat er een vaste prijs wordt gezet op van ja, we gaan dit stukje content heeft die bepaalde waarde, we gaan dat dan op dat platform zetten voor die tijd en die looptijd, en dat komt dan overeen met uw ROI. Dat is niet helemaal juist. Het is heel kort door de bocht. Er zijn veel meer aspecten ook aan. Om dat te kunnen berekenen. En zelfs als je het berekent, is dat voor elk stukje content, voor elke klant en voor elk platform is dat anders. Mm-hmm. Gewoon, dus daar komt wel echt heel wat nuance bij te kijken. Vooral ook omdat het awareness is de eerste en het belangrijkste doel. Als je mij bij een verkoopsgesprek met iemand vraagt van hoeveel leads ga ik krijgen uit mijn long format video's die dat ik hier ga opnemen. Ja. Wat zou jij dan antwoorden? Ja, dat moeilijk is om daar meteen direct ook leads uit te verwachten. Hè. Die vraag, niet het doel, hè. Die vraag krijgen we ook heel vaak van klanten. Mm-hmm. Zeg mij eens hoeveel verkoop dat het uiteindelijk heeft opgebracht. De doelstelling van die video's is eerder om awareness, uw merk in de markt te zetten en die naamsbekendheid ook te vergroten. Mm-hmm. Dus die video's spelen ook meer in op het langere termijn traject natuurlijk. Vooral omdat we zitten met die awareness en we gaan met die video's ons, zijn de klant, in de markt zetten als expert. Top of mind blijven, zodanig dat als er iemand een vraag heeft over een bepaald onderwerp, dat die op die moment denkt aan die persoon. Aan dat bedrijf. Ja. Het doel dat wij zeggen met de video's is dus, we gaan awareness creëren, we gaan de kijker slimmer maken, educeren, gewoon zodanig dat op het moment dat ze iets nodig hebben, dat ze denken van Oké, die mannen, daar heb ik eens een filmpje van gezien. Die leggen het goed uit. Dat zijn sympathieke mensen. Dat ze daaraan denken om dan de volgende stap te nemen en eens een contact op te nemen. Of zelfs dan maar de eerste keer eens naar onze website te gaan kijken. Ja. Want zelfs dat, misschien moeten we het daar eerst even over hebben. Hoe gaan we dat meten, dat eerste succes? We hebben een lange video die dat voor ons niet het doel is. Die lange video is een nice to have. Die kunnen we zetten op een podcast. We kunnen die zetten op een YouTube. Maar eigenlijk, wij doen het bij ons voor de distributie van die korte snippets. Ja. Waar gaan we op meten?
Welke metrics gaan we misschien meenemen voor die korte video's die dat we zouden kunnen rapporteren in eerste fase? Dat is natuurlijk altijd verschillend per platform, maar het eerste dat we natuurlijk naar gaan zien is naar hoeveel seconden van die video dat ze hebben gekeken. Dus als dat bijvoorbeeld een snippet is van 15 seconden, ja, het ideaal is natuurlijk dat ze die hele 15 seconden kijken. Maar zelfs vanaf 5 à 10 seconden is dat al waardevol, want dan hebben ze toch al die eerste kennismaking met Strongtail bijvoorbeeld gehad. Ze hebben tijd genoeg gehad om het logo te registreren, om de mensen en de gezichten allemaal te registreren. Dus dat draagt allemaal mee bij aan die... aan die brand awareness, aan die herinnering dat erbij komt te zien. Dus dat is een eerste. Een tweede is natuurlijk ook het engagement. Ja, wordt het gedeeld, wordt erop gecomment, wordt het geliked. Elke vorm van engagement draagt daar ook aan bij. En verder ja, gaat dat meer naar platformspecifiek. En de lengte van je video gaat daar meer variabelen bij komen te zien. Als dat bijvoorbeeld een video is van ja, een snippet van 2-3 minuten, dan wordt het al wat moeilijker. Maar dan weten we wel, ja, als ze daar 15 seconden van zien, is dat wel al heel waardevol. Want dan hebben ze toch al wel 15 seconden content meegezien. Want als ze echt die 3 seconden en die eerste 2 minuten zien, ja, dan gaan ze misschien niet genoeg hebben gezien om mee te zijn met het onderwerp waar dat over gaat. En kan het misschien ook worden meegeteld als iemand die gewoon snel voorbij scrollt en eigenlijk zonder geluid is aan het kijken. Dus daar hangt ook nog heel hard te kijken naar het, ja, naar het type content gewoon. Ja, en het derde aspect waar je ook naar kunt kijken is websiteverkeer. Hoeveel bezoekers dat je met die video dan uiteindelijk naar je website leidt. En ja, afhankelijk van het type video, als dat heel kort is, kunnen ze ook meer informatie vinden in bijvoorbeeld een uitgeschreven blog. Waar dat dan meer informatie over dat topic wordt gegeven. En die bezoekers op je site, ja, die kun je natuurlijk ook gemakkelijk remarketen nog nadien met een campagne. Dus ja, dat maakt dat je wel heel veel mogelijkheden hebt van zodra dat je begint met een integrale video en die opknipt in verschillende snippets. Ja, het zijn verschillende aaneenschakelingen aan elkaar. En dat is bijvoorbeeld een fout die wij ook wel zien bij andere bedrijven, dat er één video wordt ingezet en dat een beetje de prijsponies, om het zo te zeggen, waar dat alles van budget en alles van moeite en inspanning naartoe gaat, in plaats van dat eigenlijk inderdaad te gaan opdelen in die snippets, in die blogs, in die web. Specifieke landingspagina's, zelfs visuals met quotes dat er kunnen uit afgeleid worden. Dus dat is een veel duurzamer formaat en waar je veel meer uit kunt halen op veel verschillende platformen. Dus dat is ook eigenlijk aangenamer voor de mensen. Mocht je nog niet meteen al je informatie blootgeven. Nee, inderdaad. Moet je ervoor zorgen dat je het zo stelselmatig opdeelt en verspreidt. Ja, en langs een andere kant, hoe vaak word je ook soms niet doodgespand met dezelfde advertentie dagelijks. Voilà. En dan zet je die al 2-3 keer al beu. Ja. Voilà, het is een beetje, en wil ik even op inpikken op hetgeen wat je zegt van de zogenaamde bedrijfsvideo. Of de testimonial video, waar dat dan, er kruipt dan het budget in van de cameraploeg dat die komt draaien, uw tijd dat je erin steekt, de montage, maar ook de verplaatsing naar de locatie, en dan worden er daar op die locatie mooie beelden. Dingen die hebben absoluut, ik wil niet het nut van een testimonial ontkrachten, want social proof is super belangrijk, maar als dat de video is waar dat je het mee gaat doen, dan vrees ik dat je tekort gaat komen, want mensen hebben die gezien en er is geen enkel reden om die 2 keer te zien. Nee, er is geen reden. Daarom zijn wij meer van de dingen van, kijk, steek datzelfde budget in een halve dag 2 opnames long format te maken, video's van 20, 30 minuten, knip dat op in heel veel verschillende dingen, maak een hitlist van bedrijven die dat je wilt, van kijk, hier zijn 50 bedrijven waar ik allemaal graag voor zou willen werken. Stik die in een LinkedIn-campagne. Zorg dat daar de juiste profielen uw video's te zien krijgen. En na een tijd, en ik zeg geef dat tijd, want geef de tijd. Na een tijd gaan die mensen weten wie dat je bent. En als die je nodig hebben, komen die naar u toe. Ja, en ze weten ook van waar ze u kennen. Ze weten van waar. En mensen zeggen dat ook, hè, van ja, ik heb uw video's zien passeren. Want dat moet ook vragen. Stel, ineens komt er uit het niks een aanvraag binnen van een van uw favoriete klanten waar je graag voor wilt werken. En je zegt, en die komen via Google Analytics, zegt dan van,
direct of organisch of zo. Hè? Ja. Gewoon zo Google Organic of Google Direct of zo. Google Direct kan niet. Hè? Direct none of Google Organic komen die dan binnen. En dan vragen ze aan ons van ja, en heeft onze videocampagne nu iets gedaan? En dan volgens Analytics blijkt dat volgens Analytics van niks, hè, want ja, ja, er is een beetje verkeer op de website gekomen. Ja. Er gaat niemand uw dienst of uw product kopen nadat ze video van 15 seconden gezien hebben. Nee, die verwachting is er wel, soms, inderdaad. Ja, ja. Vergeet dat, smet dat overboord. Omdat dat niks, vanuit de directie ook vaak komt. Hè. Hoeveel is uiteindelijk de return van al die kost dat je in die videoopname hebt gestoken? Als dat de vraag is... Nul. Want je gaat nooit één op één een conversie hebben die dat een video gezien hebben, die dat denken van, oké, nu is het moment dat ik nu net dat product nodig heb. Want de producten waarvoor dat wij het doen, zijn meestal producten, diensten van, ik wil niet zeggen een hoger segment, maar wel waar dan, niet een paar schoenen. Zijn ja, dat je echt weken, maanden over nadenkt. Yes. Zeker met videomarketing is niet de bedoeling om één op één sales te gaan genereren, mm-hmm. maar gewoon die, ja, die pipeline eigenlijk vlotter te laten verlopen. Mm-hmm. Hoe dat die ook tot daar geraakt. En soms kan dat inderdaad wel een heel korte lijn zijn, maar soms is dat een station waar, ja, dat ze video zien, naar een website gaan, contactopname, en dat daar gesprekken op terug een social post. En uiteindelijk, als er dan een sale uit gegenereerd wordt, ja... Ergens komt dat van die video, dat gaat moeilijker te zien zijn, maar het draagt wel allemaal bij aan de einddoel en de sale. Absoluut. Dus het is wel deel van een lange termijn strategie gewoon. Die video is vaak ook je eerste touchpoint in je customer journey, hè? Niet de laatste. En hoeveel salesmensen vragen ernaar? Hè? Hoeveel salesmensen vragen van waar... salesmensen zullen misschien wel vragen van waar heb je leren kennen? En dan gaan ze misschien wel antwoorden... Nee, leren kennen? Nee. Meestal vragen ze van, hoe kom je bij ons terecht? En dan zeggen we, ja, ik heb uw website gezien en ik vond het wel interessant. Maar de mens vergeet ook gewoon van, ja, ik ben al 3 maanden al die video's aan het bekijken, of ik zie die passeren en ik vind dat wel interessant. Als ik met de Nico op een beurs kom, mensen spreken Nico aan met zijn voornaam, terwijl dat Nico die nog nooit ontmoet heeft. Hè? Matteo van hetzelfde. Er is een herkenbaarheid dat je creëert door met je gezicht... op de feed te komen van mensen, op Facebook, op TikTok, op LinkedIn, op Instagram, waardoor dat je een herkenbaarheid hebt. De stap voor mensen om je aan te spreken wordt veel lager. Je spreekt dezelfde taal, want je luistert naar video's, dus je weet wat dat wij zeggen en je weet van, die denken er zo over, dus ik kan die op die manier aanspreken. Alles is drempelverlagend voor als ze dat contact opnemen, dan de beslissingstijd in te korten. Het is zo, want ze herinneren zich ook Nico en Matteo niet gewoon omdat die een knap gezicht hebben om bij wijze van spreken, maar dat het meer is van, mensen zijn wel slim genoeg om te beseffen, ik herinner mij die, omdat die een bepaalde waarde aan content geven, omdat die een bepaalde expertise uitstralen, omdat er een stuk content is dat hen wel iets zei, of veel meer iets zei voor hun specifiek bedrijf. Dus het zijn allemaal die kleine stukjes dat uiteindelijk, als je dat samenlegt, kom je wel tot... een punt dat als je ze in het echt ziet, echt makkelijker is om aan te spreken van, ik wil eigenlijk eens samen zitten. Mm-hmm. En dat al veel efficiënter kan zijn, eerder dan dat je, ik ken die van ergens, maar ik weet niet meer van waar. Ja. Dus eigenlijk is dat gewoon puur werken aan de visibiliteit van je merk. Hè. Gewoon je merk visibel maken. En niet alleen door productadvertenties te pushen, van kijk, dit is ons aanbod, maar ook gewoon die laag van... van wie zijn wij, wat doen wij, dat mensen dat ook beter weten. Ja, zeker nu, want een naam is niet genoeg. Je hebt daar echt gezichten bij nodig en expertise en een beetje dat vertrouwen te scheppen. Want er is gewoon zoveel en er zijn zoveel mensen en iedereen is een expert. Absoluut. op eender welk vlak tegenwoordig, dat je wel iets moet doen om daar niet alleen tussenuit te springen, maar ook gewoon blijven tussenuit springen. Want van Nico en Matteo, dat is ook inderdaad een proces van weken en maanden geweest, ondertussen ook al een jaar. Mm-hmm. En dat is nu al op een punt gekomen dat er veel meer, veel frequenter mensen zijn die hen aanspreken. Dus dat is ook wel een investering op lange termijn geweest. En dat wisten zij ook. Mm-hmm. Maar er zijn inderdaad wel heel veel mensen die dan gaan komen vragen van, ik heb één video gepost en het lukt niet van de grond. Ja, dat is zo, ja, misschien moeten we dat even kaderen, want we praten hier over Nico en Matteo alsof dat iedereen die kent. We gaan ervan uit dat iedereen die kent. Nico en Matteo zijn onze collega's, zaakvoerders van Websteek, het hoofdbedrijf van Strongtail, hebben een van de grotere marketing podcasts Revenue Lab.
We zitten nu aan aflevering, ik denk, 55 of zo. En geven ons ook aan, die maken een wekelijkse aflevering, en geven ons ook aan van, kijk, mannen, dat heeft 25 afleveringen geduurd. Zij maken korte afleveringen, hè. Dus korte afleveringen, 12 tot 15 minuten. Maar dat heeft tot aflevering 20, 25 geduurd. Vooraleer dat er wat engagement op zat, vooraleer dat er wat attractie op zat, vooraleer dat er echt mensen aangaven van, hé, we zijn dat hier ontvolgen. Het is pas de moment dat je een week is niet post en mensen vragen van, oeh, heb je precies niet gepost? Dan weten van, oké, de mensen zijn dat hier actief ontvolgen. Mensen spreken hun aan. Je krijgt LinkedIn-DM's. Mensen stellen vragen. Hè. Ja. Je wilt niet liever dan dat mensen die gewoon vragen instellen. Hè. We kunnen die gewoon beantwoorden op camera. En iedereen is ermee geholpen. Want als klant A met een vraag zit, ongetwijfeld zit klant B met juist diezelfde vraag. Ja, dat zijn allemaal dingen die ook op in korte en lange termijn gewoon bijdragen aan een ROI, waar je aan moet denken van, ja, dat gaat een serieuze investering zijn en dat gaat niet direct resultaat opleveren. Maar als het resultaat oplevert, is dat wel een resultaat waar je niet zomaar in een sale mee hebt, maar wel echt duurzame relaties mee opzet. En de bedoeling is een klein beetje van, in plaats van zelf die cold call te gaan moeten doen, dat op termijn de mensen zelf naar je toe komen. Het is effectief gewoon in de markt zetten als expert, om dan, als de mensen een expert nodig hebben over een bepaald topic, dat ze dan bij aan uw deur komen kloppen en naar u terechtkomen. En dat is eigenlijk, kun je dat meten? Je kunt, dan zitten we bij, we zitten bij het veldje, hè. Je voelt me al komen. Hoe gaan we nu, want die vraag komt toch, hè? Ja, maar ik wil toch een klein beetje weten of er nu iemand vanuit die podcast of iemand vanuit die videomarketing bij ons komt. Ja, websiteverkeer kun je rapporteren. Ja. Hoeveel mensen dat er interageren met die video, hoeveel mensen dat de video tot op het einde bekijken. Dat geeft dan een beetje een idee van wat de gemiddelde engagement ratio is. Maar verder, je kunt niet meteen sales daaraan toewijzen of verkoop. Dus het is eerder die indirecte signalen die dat gaan bepalen wat de waarde is van de video. Concrete metrics, maar inderdaad, zoals Cindy zegt, er is ook wel een bepaald moment, en zeker voor de diensten en producten die wij dan in de kijker zetten voor onze klanten, is het ook vaak van een proces daarvan, ze voldoen aan al die voorwaarden en ze hebben zoveel seconden van de video gezien en ze hebben een hele blog 8 minuten gelezen en dat is heel waardevol. En dan kan het daar stoppen voor 2 weken en uiteindelijk toch nog resulteren in sale, omdat ze toch nadenken of van de studie toch hebben gebeld. En dat zijn allemaal zaken die we inderdaad niet kunnen zien. Maar dan kunnen we wel naar een klant gaan kijken van, in deze periode, in de afgelopen periode van de 6 maanden dat we daarmee zijn begonnen, wat zijn de verschillen ten opzichte van vorig jaar in dezelfde periode? Als dat sowieso te vergelijken valt, ongeacht van de sector. Maar dan kunnen we wel gaan zien van, heeft dat een invloed gehad? En dan kunnen we wel gaan kijken van, die investering daarin, in die videomarketing, heeft wel geresulteerd tot een geschatte stijging in die periode. Dus. Maar wel belangrijk dat je er ook bij zegt, evaluatie in 6 maanden en niet van na een maand. Je kunt dat ook niet op weekbasis bekijken. Je moet dat echt op langere periode bekijken. En dat moet tractie krijgen. Ja. Video's moeten tractie krijgen vooraleer dat gedeeld wordt, gewoon al door de platformen. Voordat je distributie oppakt, doordat je paid oppakt, doordat je een organic reach oppakt, dat duurt allemaal een tijd van consistent posten vooraleer dat door mensen gezien wordt. Ja, en het is zoals we in eerdere podcasts ook meermaals hebben gezegd, mensen consumeren zoveel content, dat als je bijvoorbeeld 3 snippets haalt uit je stukje content, na 2 weken zijn de meeste mensen die al beu gezien, dus je moet wel consistent rotatie, blijven aanleveren naar nieuwe, verse content. En anders gaat dat heel, heel snel vervallen. Gewoon. En dan wil ik nog even een kleine toevoeging doen op de metrics van die dat Cindy er net gegeven heeft, Isan. En dat vragen wij wel aan klanten waarvoor dat wij het doen. Op uw contactformulieren. Ja. Zet daar de simpele vraag op van waar heeft u ons leren kennen. Je vraagt naar dat first point of contact en je zet dat in een open veld. Geen een drop-down box, want ze pakken toch het eerste of het laatste, want dat scrolt te gemakkelijk. Gewoon een open veldje. Liefst zelfs verplicht maken, dat ze er iets moeten intypen. En dan ga je zien dat er op termijn mensen zijn die dat zeggen van, ik volg je podcast, ik volg je video's, ik heb je op LinkedIn gezien. En dat is hetgeen wat je wilt. Maar het kan zelfs zijn dat iemand
onze video's heeft gezien en dat tegen iemand anders zegt, maar absoluut. Dat ze wel in een vakje invullen van ja, ik ken u via iemand anders, maar eigenlijk is dat ook via die video. Het is gedeeld op een interne chat, ook dat kunnen we zien. En dan zijn er nog tools die dat het websiteverkeer kunnen analyseren, die dat kunnen zien, welke bedrijven zitten er op uw website. Daar gaan we zeker vast nog een andere video over maken, over de werkwijze van hoe dat we dan bedrijven gewoon specifiek retargeten, totdat die effectief dan... handraisers zijn, dus effectief contact mee opnemen, maken we een absoluut aparte video over. Maar dat is het, hè. Vraag gewoon in een open veld aan die mensen van waar komen. En je zult versteld staan van waar. Want voor hetzelfde geld zeggen ze van, ja, ik heb een bord zien staan op Brussel-Zuid, hè. Ja, veel. En hoe kun je daar de ROI van meten, hè? Wel, ik vraag me ook af, er zijn heel veel merken die dan heel veel geld steken in offline materiaal, absoluut. Maar dat kun je ook niet direct toewijzen hoeveel verkoop dat daaruit komt. Maar dat heeft een gevestigde waarde in de markt van dat werkt. Maar bij videomarketing is dat ongeveer hetzelfde, hè? Dat is gewoon het verschil is dat het online is en dat het op, in de online wereld plaatsvindt en dat wordt meer en meer belangrijker. Dus. Ja, en even die investering te maken om inderdaad in te schakelen op over te schakelen op video, een opnamedag te gaan regelen en daar kom je inderdaad wat kosten bij te kijken. En hetzelfde aanmaak van snippets, landingspagina's, blogberichten ook. Maar ja, zelfs op relatief korte termijn gaat je al direct in je berekening van je ROI kunnen zien van oké, al die kosten, dat valt veel meer mee eerder dan dat ik in een full page in de krant ga inzetten waar ik eigenlijk niet van weet wat voor mensen het zien, wanneer ze het zien. En met die videomarketing gaat je daar veel meer controle over hebben. Dan gaat dat veel efficiënter zijn dan iemand random, 90% van de mensen dat je advertentie te zien krijgt, daar totaal geen boodschap aan heeft. Wat we zullen doen is, om af te sluiten, we zullen gewoon van onze werkwijze nog eens een downloadable maken. We zullen die bijzetten, we zullen die bij in de lab steken. We hebben van Webstake de lab hebben we een kennisdatabank. Je kunt daarop inschrijven via Webstake/lab. Daar ben ik redelijk zeker van. Schrijf daarop. Daar komen ook Strongtail dingen in staan. Daar komen ook werkwijzes van onze andere collega's in staan. We zullen daar iets in plaatsen waarbij dat je onze werkwijze van rekenen van metrics, rekenen van ROI, werkwijze van pages, van snippets. We zullen dat daar eens uitschrijven en we zullen dat daar bij opzetten. Ja. Voilà, dan wens ik iedereen merci om te luisteren naar deze aflevering. Onze volgende aflevering mag Cindy blijven staan, want Cindy blijft nog één aflevering. Goed, hè? En de volgende aflevering gaan we het hebben over het voorbereiden. Want we hebben hier nu gezegd er net van, kijk, dat is een investering, maar als je dat efficiënt plant, dan kunnen we die investering zo laag mogelijk houden. Alfredo, u zien we ongetwijfeld terug voor een van de volgende afleveringen. Graag. In combinatie van even. Goed, tot de volgende keer.